Gwen Pol, tafeldame, jij werkt bij Vice. Vice is een nieuwsplatform over de hele wereld. Ja. Onder andere in Nederland. Klopt. Jij werkt bij Nederland. Vice kwam een paar keer in het nieuws omdat ze, en dat was dan Vice Amerika geloof ik, als eerste, waar was het? In Syrië was dat. Ja, ja, in Raqqa. Staat waar ze daar binnengedrongen? Ja, in 2014 hebben zij een, Vice Amerika dus, heeft een documentaire gemaakt waarbij ze eigenlijk integreerden in IS toen het net groot aan het worden was. Toen zijn ze 3 weken meegelopen en hebben ze gezien hoe, hoe ze recruteerden en hoe ze sharia politiesysteem aan het invoeren waren en hoe steeds meer mensen zich aansloten, allemaal van binnenuit. Ja, precies. Dus Vice liet toen al van zich horen. Bestaat nog steeds, wordt ook steeds groter en populairder. Jij werkt bij de Nederlandse afdeling van Vice. Je maakte een, en daardoor viel je ons op. Je hebt een documentaire reportage gemaakt over mediwiet. Ja. Medicinaal gebruik van wiet voor mensen die gewoon pijn hebben en daar soelaas bij vinden. Klopt. Zo'n klein stukje laten zien? Ja, laten. Zie je? Die staat bij mij dus achter. Waar gebruikt u dit voor? Nou, ik ga er olie van maken. Ik ga pillen voor de hoge bloeddruk en voor de schildklier. Mm-hmm. Ik gebruik helemaal niets meer, alleen druppeltjes. En dat is voldoende? Voldoende. Ik heb geen pijn. Ik slaap als een roos. Ja, dit is dit was een mooi voorbeeld, inderdaad. We hebben een documentaire gemaakt over medicinale cannabis in Nederland. In eerste instantie omdat er in Nederland 1 bedrijf is wat legaal wiet mag telen. Mm-hmm. Er is een legale wietplantage, daar wilden we graag heen. En toen we daar onderzoek naar deden, kwamen we er eigenlijk achter dat er ook heel veel mensen zijn die alsnog die legale wiet, die al sinds 2003 in Nederland kan krijgen, toch niet in huis kunnen krijgen omdat hun huisarts bang is of omdat er toch nog te veel taboe op heerst. En dan krijg je dus dit soort mensen. Dit was bij een lezing, die wordt elke maand gehouden in een plek in Nederland. Daar komen 100 mensen op af. Die hebben het heft in eigen handen genomen en die hebben dus zoals deze vrouw planten in de achtertuin staan. En ja, zij liet het heel mooi zien alsof het er kleinkinderen waren. Mm-hmm. Maar het interessante is dat Nederland een vooruitstrevend land is op het gebied van drugs. Wij zijn toch ergens nog in ieder geval in heel veel ogen een soort van een cannabisparadijs. In Canada is gisteren door het Hoge Rechtshof bepaald dat patiënten die in aanmerking komen voor medicinale wiet vanaf nu echt legaal zelf mogen telen, omdat het vaak te duur is. En dat gebeurt hier ook. Als een huisarts het al voorschrijft omdat ze het eng vinden, heb je nog de zorgverzekeraar die het vaak niet vergoedt. Maar ik denk dat dit soort internationale ontwikkelingen heel goed kunnen zijn, ook voor de mensen hier in Nederland. Goede introductie van jezelf. De spelregels zijn heel simpel. Je mag doen en laten wat je wil. Ja. Aan tafel. Zin in.